Hoi, ik ben Marcus Wiebenga. Ik ben dirigent als slagwerkinstructeur verbonden bij de Van Limburg Stierenkorps uit Wezep. Daarnaast ben ik slagwerkinstructeur bij Showband Urk. Maar ook ben ik dirigent bij Jong Juliana Amersfoort. En dat is de kweekvijver voor de senioren, Juliana Amersfoort. En daarnaast ben ik dirigent bij een Melletband slagwerkgroep in Hoogland, muziekvereniging Sint-Cecilia. En deze groepen hebben allemaal te maken, net zoals natuurlijk heel Nederland en heel de wereld, met de coronacrisis. Toen dat begin maart voor Nederland betekende dat alles gestopt werd, alle concerten en alle optredens, alle taptoes, maar natuurlijk ook alle repetities, toen ben ik heel snel op zoek gegaan naar andere manieren om toch die muziek te laten blijven verbinden. Ik ben heel snel online repetities gaan maken. We konden elkaar niet zien en ik vond dat muziek moest blijven verbinden. Ik wilde dat de mensen zich nog steeds verbonden bleven voelen aan hun vereniging en dat ze elkaar gewoon bleven zien. Wat ik gedaan heb is online repetities gemaakt. Ik heb iedereen gevraagd in te loggen, beeld te bellen en we zijn allerlei verschillende dingen gaan doen. Ik heb mensen met een kliktrek thuis gedeeltes van een muziekstuk in laten spelen. Heb dat dan zelf onder elkaar gezet voor ze. Vaak nog even met een filmpje erbij. En we hebben dat dan besproken en beluisterd. In het begin was dat lastig. Niemand is gewend om met een metronoom of met een meespeelbestand te spelen. Maar heel snel verbeterde dat. Ook maakte ik vaak een muziekquiz voor ze. En deden we wat dictées. Een ritmisch dicté of een melodisch dicté. Wat ik liet horen en de mensen zelf thuis gingen opschrijven. En nu is het zo, en daarom heb ik jullie meegenomen naar dit heel mooie natuurgebied langs de Rijn in Wageningen. Dat de zon weer op lijkt te komen. En de zon komt op omdat we waarschijnlijk binnenkort toch weer met strikte voorwaarden wat muziek kunnen gaan maken. En hier achter mij, want het is heel vroeg, het is nog voor zessen, komt ook de zon op. Het lijkt erop dat we binnenkort weer kunnen gaan doen wat we zo graag willen, namelijk muziek maken.